heel erg van. Ander dingetje, en dat is misschien wel grappig. Een vriend van mij die is heel erg Dragon Ball fan. Ja. Maar echt, echt gigantisch. Huh? Mag ik die vriend zijn? Ben jij even Dragon Ball fan? Ik ben gigantisch Dragon Ball fan. Ja, is dat zo? Oh, oké. Okay. Dus een van de grootste redenen dat ik naar Japan wilde. Dus. Oh, oké. Okay, ja. Maar goed, ga verder. Dit gaat over Sparking Zero. Ja, Sparking Zero, Sparking. Inderdaad. Ik vind de serie... Sparking is het, toch? Ik noem dat Sparkling Zero, want het klinkt als een drinkje. Ja, inderdaad. Sparkling, oh ja. Het klinkt wel, maar goed, ga verder. Ik vind de serie top. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik vind het super, super cool. Ik heb laatst ook een beetje nog die laatste gekeken. Super. Super. Heel vet allemaal. En ik moet je zeggen ook dat die Dragon Ball games vind ik heel cool. Ja, man. Kom maar. Oké. Ja, het is wel chaotisch natuurlijk. Maar... ik vind het battlesysteem zo kut. Ja, ik kan me wel iets voorstellen. Ik kan daar niks mee. Heb je hier niet eerder een discussie over gehad? Dat jij zei van ja. Zeker. Ja, ja, ja. Weet je, ik wil eigenlijk een RPG van Dragon Ball. Ik wil dat hele vechtsysteem eruit. Ik wil dat sindsdien ook wel. Maar niet omdat ik het vechtsysteem slecht vind. Maar het is wel echt een gemiste kans dat we dat nog niet hebben. Maar echt? Ja, het is wel echt dat lijkt me zo vet. Ja. Oh, goed, anyway. Dus vriend van mij, helemaal hyped over Sparkling Zero. En die appte mij al een paar dagen van komt eraan. En ik ja, I don't give a fuck. Dus op een gegeven moment zei ik, kom gewoon checken, weet je, bij launch. Kom gewoon hangen. Ja, fuck it. Oké, ik kom hangen bij je. Hij heeft een hele vette PC. Hij begon met spelen. En hij zei tegen mij, hij zegt, weet je wat, hij speelt al die games. Die Budokai. Hij nodigt jou uit om naar hem te kijken, terwijl hij... Om gewoon te komen chillen natuurlijk. En hij speelt lekker die game. En nogmaals, ik vind Dragon Ball heel vet. Dus om ernaar te kijken, hè, vind ik leuk. Je kent de characters. I don't care. Tof. Zeker omdat, en dat zeg ik, hij speelt al die games. Hij is er fucking goed in. Maar echt, hij is fucking goed erin. Echt, holy shit. Dus ik dacht inderdaad, nou, ik ga daar naartoe. Ik ga lekker achterover zitten met een drankje. En ik ga lekker kijken naar een Dragon Ball aflevering. Je zipt aan je Sparkling Zero. Ja, precies. En voor het weet je alleen maar te kijken naar teleporterende mensen. Maar echt, het gaat zo snel. Ja, dat pak ik snel. Maar in plaats daarvan, en ik ben daar eigenlijk blij mee. Kwam ik aan en zei hij van... nou, die tutorial en zo, dat geloof ik allemaal wel. Ga jij dat eens spelen? Weet je, ga nou eens echt gewoon vanaf het begin. En met mij daarnaast. Dus ik geef jou hints en tips en weet ik veel wat. Zodat je, om te kijken of je erin kan komen. En ik dacht, nou echt, bring it on. Dus ik begin met spelen die game. En echt grafisch en de stijl. En het is zo cool. Gelikt, het is gewoon Dragon Ball, maar dan in 4K. Het is amazing. Het is zo cool. Voice acting erop, originele voice Vervolgens actors. Inderdaad krijg je de eerste... Nou ja, het begint wel echt een beetje met een tutorial dingetje. Super simpel. Een paar knopjes drukken. Nou, dat lukt hem allemaal. No worries. Echt twee battles daarna of zo, krijg je Vegeta voor je flikker. What the fuck is daar gaande? Dus... je wordt zo in het diepe gegooid met die game. Die game gaat er gewoon vanuit dat je al een pro bent. En als je dat niet bent, ja, you're just fucked. Het is eigenlijk een reboot van die hele aanslepende reeks van Tekashi Budokai, wat intimiderend werd. Ja. En dan gooi je ze alsnog in diepe. Het is zoals ik. Het is insane. Dus ik probeer dat en ik faal, maar echt achter elkaar gewoon. En hij geeft me hints en tips en weet ik wat. En zelfs hij zei van... best pittig. Ja, ja. En ik echt, ja, holy shit. Dus op een gegeven moment, nou, en toen kwam het, en toen was ik het echt zo zat. Blijkbaar zijn er ook nog twee stages. Dit is fucking Dark Souls in this bitch. Ja? Dus ik versla Vegeta. Nou, echt serieus, na 3 kwartier schelden, jongen. Holy fuck. Ik had hem. They do that twice. En toen kreeg hij, hij heeft nog zijn staart. Ja. En dus wordt hij die grote aap. En dan krijg je gewoon stage 2. En ik ben kansloos. Echt. The big ape. Kansloos. Holy shit. Dus ik heb dat ruim een uur geprobeerd. En echt gewoon de stoom kwam in mijn oren. Maar vond je het vet? Kon je er wel in vastbijten? Nee. Nee? Nee. Dat had ik zo gehoopt dat het gesprek hier naartoe ging. Ik vind alles eromheen vind ik fucking cool. Maar het battlesysteem, ik voel het niet. Ik kan het ook niet voelen. Ik kom er niet in. Het is een beetje de FIFA Street van de fighters. Hè? Het wordt allemaal heel mooi voor je gemaakt. Zoiets. Insane mooi voor je gemaakt. Maar te snel gaat het. Het is te chaotisch. De gameplay kan wel... maar vervolgens... Je weet ook niet in welke animatie of actie je soms zit. En dat kan als nieuwkomer misschien wel inderdaad, ja. En het hilarische is dat... vervolgens na een uur schelden was ik het zat. Ik geef de controller aan een vriend van me... hij doet serieus 1 potje en hij zegt... oh ja, oké, nou heb ik de feeling. Dus de eerste keer, hij verliest. En de tweede potje, hij wint gewoon. Maar echt keihard. No worries. En ik liep weg. Ik ben naar huis gegaan. Echt fuck off.
Ja, het is gewoon echt niet mijn ding. Dat hele battle systeem. I just don't get it. Nee, maar als je dit nu just in één keer begint, dan ga je dat ook niet begrijpen. Man. Nee. En echt die battle begint. Dit is echt Dark Souls gewoon. Het is echt insane. Na een uur spelen krijg je die Vegeta. Het is niet te doen. Niet te doen. Dat blijkt me wel, want goed. Die vriend van jou... Ja, het ligt aan mij. Het is een skill issue. Ja. Het is een skill issue.